Goedenavond. Er zijn zo'n 1,5 miljoen honden in Nederland. En bijna 2,5 miljoen katten, als ik ze allemaal goed geteld heb. Dus dat zijn er 4 miljoen. Nederland is een waar paradijs voor het huisdier. En nou is er dit weekend een grote vakbeurs in Utrecht. En daar wordt dan alles tentoongesteld wat er nieuw is aan snufjes op dierengebied. Dus hondenijsjes en kattenschoentjes. Maar wat echt nieuw is, is dat er pillen komen voor psychiatrische afwijkingen bij huisdieren. Nou, mevrouw Sassen, u hebt een speciaalzaak, een dierenspeciaalzaak. Wat verkoopt u zo al? In eerste instantie is het belangrijkste bij ons voeding natuurlijk. Manden, maar ook zwemvesten, jasjes, petjes, rugzakken, van alles wat je maar kan bedenken. En voor wie zijn die zwemvesten? De zwemvest is puur voor de veiligheid van de hond of de kat die aan boord meegaat zee op. Maar die kunnen toch automatisch... Ja, maar als je een hele ruwe zee hebt, dan kun je ze nooit meer terugvinden. Ah, ja. En het zwemvest blijft ze toch drijven, dan kan je ze herkennen op zee en dan kan je ze makkelijk weer aan boord halen. Oh, ja. En wat zei u nou nog meer? Rugzakjes? Rugzakken. Als mensen graag op vakantie gaan met de rugzak op, kunnen ze de hond ook meenemen met de rugzak op. Die heeft zijn eigen rugzak? Ja, die draagt zijn eigen voeding en zijn bakken. Ja, het gaat fantastisch. Ik heb het zelf ook een keer gedaan. Dus. U hebt het ook gedaan? Ja, met mijn honden. Ik heb 3 werkhonden en ja, dat ging fantastisch. En ze vonden het totaal niet vervelend. Nee, maar wat zijn werkhonden? Wat doen die voor werk voor u? Ik heb jachthonden. Ah, ja. En jaagt u ook? Ik ga mee als apporteerhond, ja. U met gaat de hond. Mee als met de hond om te apporteren. Ja. De hond gaat mee. En die werkt voor de jager, die haalt het wild op. Ja, ja. En u jaagt? Nee, ik jaag niet. U gaat ook met de hond mee. Oh, u gaat met de hond mee. Ja. 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 In die rugzak? Nee, niet in die rugzak. Een puppy-draagzak. Ja? Wat is een puppy-draagzak? Dat kan je vergelijken met een baby-draagzak. Alleen dan is de onderkant dicht. Mensen die lange wandelingen maken en de pup mag nog niet zoveel lopen, nemen ze de hond mee en doen ze in die puppy-draagzak. Ideaal als je handen vrij wil hebben. Ah, ja. Oh, die puppy-draagzak is voor de baas? Voor de, ja, en daar gaat de pup in. Ik dacht dat de puppy-draagzak voor het hondje was. Dat is hondje gaat, zo... gaat hondje in. Nee, nee, ja, nee, nee. Maar de baas, draagt, voor de baas. De baas draagt de zak. Ja. Ja. Is er nou een grens aan wat er... Wat u wil verkopen voor... Daar is een grens, tuurlijk. Er zijn bijvoorbeeld, ik had 2 weken geleden een mevrouw die wilde 4 schoenen voor de hond, want ze gingen naar de wintersport. En dan zeg ik van, nee. 4 schoentjes voor de hond? Ja, maar misschien dat de hond skischoenen geen koude voeten zou krijgen en dat soort dingen. Maar dat vind ik een beetje te ver gaan. Ja. Ik adviseer die klant dan ook gewoon om andere maatregelen te nemen. 2 schoentjes in Nee hoor, gewoon helemaal geen schoentjes. Nee. Nee, ik denk in eerste instantie heel erg aan het welzijn van het dier. Dus voor mij is het advies van... Doe dat maar niet, want dat is heel vervelend voor de hond. Ja, ja. En dat is ook zo lastig een skileraar vinden voor zo'n hond, denk ik. Dat valt niet mee, nee. Nee, valt niet mee. Zijn die spullen nou voor de hond eigenlijk of zijn ze voor de baas? Beide. Kijk, als je een zwemvest hebt voor de veiligheid van de hond aan boord, dat vind ik prima. Kijk, een hond verdrinkt gewoon op de ruwe zee als je hem niet kan herkennen. Ja. Een draagzak of een rugzak voor de hond, denk ik ook, voor het gemak van de baas. Maar ik denk jasjes en petjes, dat is echt puur voor de baas dat hij zegt van... nou, ik wil mijn hond net iets meer geven als gewoon een hondenlijn. Ja, ja. En maar is dat dan omdat mensen met hun dier willen spelen zoals kinderen met een pop, meisjes met een pop? Daar zijn mensen die dat wel willen, ja. Ja. En ik vind, die grens bepalen die mensen zelf, daar zijn wij verder niet voor, denk ik. Ja, ja, maar maar ik kan ze wel advies geven zo van, waarom doe je het en wil je het wel doen? Kijk, als je een hond hebt met huid- en vachtafwijkingen die gewoon in de winter... niet over straat kan van de kou, dan zeg ik, doe mijn hondenjasje aan. Maar een hond die gewoon een fantastische vacht heeft en die verder goed functioneert, waarom? Ja. Maar dat is niet aan mij te bepalen, dat bepaalt maar dat de klant zegt u wel. Ja. En een honden zonnebrilletje, of bestaat dat niet? Die bestaan ook, maar dat is, ja, wat wil je, hoe ver wil je gaan, hè? En ik denk dat dat niet aan mij te bepalen is, maar... Maar u verkoopt ze wel? Ik verkoop ze wel. Als mensen dat willen, prima. Dus... Hand met een brilletje. Ja. Nou, Anton Boon, dier en recht. Hoogleraar dier en recht. Wat vindt u eigenlijk van die ontwikkeling? Het klinkt wel heel gezellig allemaal, maar ik vind het toch een beetje getverdemmen, mag ik het zo zeggen? Want? Nou ja, kijk, de problematiek is natuurlijk eigenlijk al heel lang geleden begonnen.
elk huisdier heeft zijn eigen voorouder uit de natuur. En als u ziet, bij wijze van spreken, wat er van honden terechtgekomen is, van een kilootje tot 80 kilo en dan langhele ogen met korte snuiten, noem maar daar op. Daar hebben ze die brillen weer voor nodig. Daar natuurlijk zijn al tientallen defecten mee ontstaan door het intelen van die honden. En dan dit ook nog eens eroverheen. Ik vind het wel heel erg veel. Probeer nou van een hond te houden. Tuurlijk, daar ben ik ook 100% voor. Met die dat bepaalt de consument, denk ik. Ik denk niet dat aan ons te bepalen is. Wat wil de consument met zijn huisdier? Ik ga u ook verder helemaal niets kwalijk nemen in dat opzicht. Het is ook zeker niet zo dat ik hier een moralist tracht te zijn. Maar het is wel een beetje raar. Ja, maar ik zei net tegen mevrouw, is het nou eigenlijk voor de hond of voor de baas, hè? Ja, ik denk dat het alleen maar voor de baas is. Nee, daar ben ik niet met u eens. We zijn zo welgesteld geworden in dit land, in dit paradijs. Niet voor dieren, maar voor mensen, dat het... Nou ja, we nu eigenlijk al onze liefde en zorg op het dier projecteren. Ja, is er iets tegen, meneer Blijenberg? U bent van de dierenbescherming. Wat is er iets tegen? Nou, we zullen als dierenbescherming hier geen campagne van maken natuurlijk. Maar het is wel zo dat het eigenlijk de eigenwaarde van een dier te boven gaat. Ik ben het met professor Boon eens dat dit soort dingen eigenlijk alleen maar voor de baas gemaakt worden en gedaan worden. Ja. En het moet niet zo zijn dat je bijvoorbeeld, zoals je nu al kan, honden of kattenrassen fokken zonder haren, dat je dan vervolgens een jasje daarvoor koopt. Het moet niet zo ver gaan. Dieren die normaal zijn, neem een normaal vuilnisbakkenrasje als hond, die kan prima tegen de kou en daar heb je helemaal geen jasje voor nodig. En ik heb zelfs laatst een foto gezien, ook van zoiets dergelijks, een blad, waarin je zag dat een Amerikaanse dame met haar hond liep, allebei in een bontjas. En dezelfde? Dezelfde bontjas. Dat past prachtig bij elkaar. Ja. Maar dan zie je ook eigenlijk dat niets met dierenliefde eigenlijk te maken heeft. Dat heeft meer met een statussymbool te maken. Nou ja, dat vraag ik me dus af, ja. Ik geef net natuurlijk niet aan dat we rassen fokken zonder haar die dan een jasje aan moeten. Ik zeg, een hond of een kat die huid- of vachtproblemen heeft en die anders gewoon nooit meer buiten kan komen. Ja. Ik denk dat is een ander geval, maar ik denk dat heel veel gevallen gewoon ook anders gedaan worden. Dat mensen inderdaad het leuk vinden om een rugzakje te kopen voor zo'n hond. Of een petje. Nou, dat is natuurlijk klinkklare onzin. Een hond die moet gewoon een hond blijven. Je hebt zelfs op dit moment parfums in de handel waarmee je je hond een lekker geurtje kan geven. Nou, dat kan wel eens goed van pas komen natuurlijk. Ja, maar toch als jij... niet tegen de normale geur van een hond kan, dan moet je niet aan een hond beginnen. Nee. Ja, maar ik wil wel aangeven dat wij als Dieren Speciaalzaak, zeker in samenwerking met onze overkoepelende organisatie, die Bevo en Stichting Dierbaar, ten eerste zijn voor het welzijn van het dier. Wij zijn ook allemaal, er zijn op het moment in Nederland 24 erkende Dieren Speciaalzaken die heel vakkundig met hun vak bezig zijn. Maar verkoopt u dat hondenparfum? Ja, die heb ik ook in de winkel. Ja? Ja, klopt. En die kleertjes, lopen die goed eigenlijk? Ja. Ja, maar puur een winterproduct, zeg ik altijd. Ja, ja. Voor rillerige hondjes. Ja, dat soort honden. Dat kan ik me niet voorstellen. Voor rillerige dames misschien ook. Maar je wordt toch wel nagekeken als je met je hondje loopt, die een of ander pakje en een hoedje oploopt. Ja, maar sommige mensen vinden het prettig om nagekeken te worden. Ook wij zelf. Kijk, er zijn ook extreme mensen die zeggen van, nou, ik verf mijn haar paars in plaats van gewoon normaal rood. Die vinden het heerlijk om nagekeken te worden. Dat soort mensen vinden dat ook prachtig om nagekeken te worden. Nou zei ik net, een nieuwtje op die beurs die in het weekend is in Utrecht, is pillen voor honden tegen psychiatrische afwijkingen. Wat vindt u daarvan, meneer Born? Het gaat dat niet heel ver. Hebben honden echt al psychiatrische afwijkingen? Ik kan mij voorstellen dat je je hond een pil geeft, bij wijze van spreken op oude jaar, omdat het beest absoluut niet tegen het geluid van vuurwerk kan. Maar noemt u eens wat psychiatrische klachten bij honden? Depressief? Nou, ik zou het niet weten, want ik kom nooit in een hondenwinkel. Maar verkoopt u die medicijnen? Nou, die medicijnen zijn pas op de markt. Deze is nieuw. Ja. Maar wat verkoopt u? Ik verkoop wel dat soort producten, zoals u al zelf aangeeft, voor honden die angst hebben met wagenziekte en bang zijn bij vuurwerk. En er zijn puur homeopathische producten die perfect werken. Ja. Meneer Gioot, u bent van die firma die die pil waar ik het nu over heb op de markt brengt. Wat doet die pil? Waar is die voor? Het is Clomicalm en het is een pil eigenlijk. In feite is het een tricyclisch antidepressivum dat Humana al doet. Eigenlijk in feite heeft het dezelfde werking, die achter van Prozac eigenlijk. Maar Clomicalm kan in combinatie met een gedragstherapie gebruikt worden bij honden die lijden aan scheidingsangst. Aan scheidingsangst? Scheidingsangst, ja. En wat is scheidingsangst? Hoe uitziet dat? Scheidingsangst komt voor bij honden dat vanaf ze alleen worden gelaten,
die een aantal typische symptomen gaan vertonen, zoals vernielen, dus de deurstijlen kapot krabben, excessief blaffen, dus het heel typisch heel hoge geblaf dat continu doorgaat, en ook eliminatie, dus urinering of ontlasting in huis. En dat komt dan 20 tot 30 minuten nadat de eigenaar de hond verlaten heeft, komt dat voor. En als je hem die pil geeft, doet hij dat niet meer? Die pil moet wel in een bepaald perspectief geplaatst worden. Dat wil zeggen dat die pil, wij claimen helemaal niet dat die pil zelf het probleem, de oorzaak van het probleem zal aanpassen. Ja. Maar die pil is er wel om in combinatie met een gedragstherapie de hond ontvankelijker te laten worden. En moet hij dan naar de hondenpsychiater? Of kun je hij hoeft zelf? Niet naar een hondenpsychiater. De mensen kunnen dat eventueel zelf. Het is ook wel zo, in Nederland bestaat er een vereniging Alpha. Het zijn gedragstherapeuten en het zijn mensen die ook heel veel bezig zijn met heel die problematiek. Ja. En dan kun je die pil gewoon bij mevrouw Sas in de winkel kopen? Nee. Het is een medicijn eigenlijk, een geneesmiddel dat onder voorschrift bij de dierenarts verkrijgbaar is. Ja. En enkel bij de dierenarts. Het is dus niet zo dat het in de supermarkt of in de dierenspeciaalzaak voorhanden ligt. Ja. Hoe weet die dierenarts dan of die hond verlatingsangst heeft? Wij stellen ook ter beschikking van de dierenarts een aantal hulpmiddelen waarmee dat de dierenarts een goede diagnose kan stellen. Ja. Een goede diagnose wil ik zeggen dat er ook een differentiaal diagnose moet gesteld worden. Bijvoorbeeld als er sprake is van urinering bij de hond in huis als hij alleen wordt gelaten, moet er ook wel duidelijk nagegaan worden of onzienlijkheidstraining, ik zeg zomaar iets, goed is uitgevoerd. Dat is ontzettend belangrijk natuurlijk. Ja. Maar het is dus gewoon een psychiatrisch ziektebeeld, jeugdtrauma's, dat soort dingen. Er zijn verschillende oorzaken, maar wat misschien het kan zijn bijvoorbeeld als een puppy. Maar de oorzaak van het probleem is dat de hond zich hypergehecht gaat opstellen ten opzichte van de eigenaar. Dat is wel de oorzaak van het probleem. Hypergehecht. Hypergehechtheid. Ja. En dat is een fenomeen als de eigenaar denkt, ik ga even boodschappen doen, dan wordt die hond ongelukkig, vreet de bank op. Inderdaad, maar men heeft al gezien en men heeft bepaalde metingen gedaan dat honden die schieten dus inderdaad in een stress. Ze gaan een verhoogd hartritme vertonen, verhoogde ademhaling, verwijde pupillen. Dus een aantal zaken die erop wijzen dat de hond angstig wordt. Het medicijn zorgt ervoor dat de angst en het onbehagen bij de hond wordt weggenomen en dat hij ontvankelijker wordt voor de gedragstherapie. Ja. Dat is kort. Eerst Viagra, misschien leidt dat die hond een beetje af. Samen Viagra. dat is het. Dat komt er ongetwijfeld. Dat komt er ongetwijfeld. Ik ben blij mee met deze pil op de markt. U bent blij met die pil? Ja. Want er zijn heel veel mensen die zomaar een anti-blafband in de dierenwinkel gaan kopen. Zeggen, mijn hond blaft, ik zal hem eens even een anti-blafband om zijn nek halen. En wat is een anti-blafband? Dat is een halsband met een kastje eraan waar een batterijtje in zit. Gaat de hond blaffen, dan krijgt hij een hoge toon, blaft hij door, dan krijgt hij een heel licht stroomstootje. En ik denk als je het op deze manier op kan lossen, dat het gewoon veel beter is als zoiets. Ja, veel, veel protest in de zaal. Eventjes erbij komen. Ja? Dat die pil die wij dus op de markt brengen, die is zeker niet bedoeld voor mensen om als middel te gebruiken, zodat de mensen hun hond langer alleen kunnen laten. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja, maar daar sta je niet naast natuurlijk, hè? Daar sta je niet naast, maar zo moet het ook niet gebracht worden. Het is in combinatie met gedragstherapie. Dat wil zeggen dat de honden die dit plan eigenlijk aan het zo introduceren. Want dan koop je een hond en dan denk je, ik werk de hele dag. Ik douw er zo'n pil in, laat ik hem lekker alleen thuis. Inderdaad, maar dus de gedragstherapie vereist ook dat de mensen een zekere motivatie aan de dag leggen. Ja. En dat zij dat consequent ook gaan toepassen. Als dat niet gebeurt, dan zullen ook geen resultaten geboekt worden. Het blijft toch een beetje, denk ik, symptoombestrijding. Want wat wil je nou? Wat is nou verkeerd aan die hond? Dat hij bijvoorbeeld het bankstel opeet of dat hij gaat blaffen? Doordat hij heel lang alleen gelaten wordt. Dat betekent dat als jij de hele dag werkt, dan moet je gewoon niet aan de hond beginnen. En dat merken we ook als dierbescherming elke dag weer. 75.000 dieren worden per jaar, honden en katten, opgevangen in asiels. Dat komt doordat mensen te snel aan een dier beginnen. In mijn omgeving zie ik dat ook. Op een gegeven moment krijg je een andere baan of je krijgt een andere vriendin. En vervolgens zit dat dier de hele dag alleen thuis. En dat moet je zien te voorkomen. Maar dat is een andere problematiek en dan ga je preventief te werk eigenlijk. Er zijn andere oplossingen voor. Door bijvoorbeeld of je hond mee te nemen of een uitlaatservice. Dat zijn symptomen bestrijden. Want dan ga je uiteindelijk alleen aan de resultaten werken. Je gaat de hond meenemen of zorg je dat er een babysitter of oppassen is eigenlijk. Zodat de hond de bank niet zal vernielen. Maar wat eigenlijk... Wat moet je dan met zo'n hond? Je hebt zo'n hond, je moet er dan vreet de bank op en dan kan je pil. Als je een hele dag weg bent, moet je gewoon niet aan een hond beginnen. Nee, maar als je hem hebt en die hond heeft een psychisch trauma, blijkt uit vroege jeugd. Mm. En je bent eraan gehecht en... Nou, we zien
van die 75.000 honden die, en katten die in die asielen terechtkomen, het hele grote gedeelte, 90%, kunnen we heel goed herplaatsen. Ja. En dat vindt ook zonder problemen. Een moderne business. Daar zitten ook een aantal dieren bij die bijvoorbeeld heel agressief zijn. Ja. En die dat hebben gekregen, of ja, die het... Nou, wat moet je daarmee? Door zo'n broodfokker of door een illegale hondenhandelaar. Maar wat moet je daarmee? Daar kan je met gedragstraining een heleboel bereiken. Hmm. En daar moet je gewoon tijd in steken. Je moet zo'n dier trainen. En ook wanneer die alleen thuis is en hij gaat blaffen, dat kan je ook door training kan je dat oplossen. Ja. En je moet niet meteen naar de dierenarts gaan, want die heeft daar eigenlijk helemaal geen verstand van. Maar er zijn nog andere mogelijkheden. Als we niet aan de pil willen, want u wil natuurlijk dat al die honden aan de pil gaan, want daar bent aan de andere kant, wij zijn er ook constant bewust dat er verantwoord moet mee omgegaan worden. En wij claimen maar niet één pil. Trouwens, de behandeling van dat is 2 tot 3 maanden. Er is een uitgebreid onderzoek naartoe gedaan. Ja, dat doen we even. Het uitgebreide onderzoek doen we even niet. Nou, want er zijn nog meer mogelijkheden om, als je een psychisch gestoorde hond hebt, om daar iets aan te doen. Mevrouw Adams, waar bent u? Daar. U bent met uw hond naar de acupuncturist gegaan, hè? Ja. Wat had die hond? Ja, had een voetbalknie. En een voetbalknie. Ja? Ja, en een gescheurde knieband. En toen is ze geopereerd. Ja, en daarna is hij eigenlijk een gehandicapte hond geworden. En ja, hij liep heel erg slecht. Ja, zo zijn en toen we... is dat een speciale honden-acupuncturist? Ja, ze was ook dierenarts hoor. Ja, en de acupuncturist erbij. Ja. Ja. En voetbalt hij weer, die hond? Of zit hij op de reservebank? Nee, hij is er niet meer, want we hebben hem in laten slapen wegens hoge leeftijd. Maar hij heeft de hele tijd daarna goed gelopen. Ja, ja. En u had nog een andere hond en daar bent u mee naar de dierenhomeopaat gegaan. Ja, ja. En wat was er met die hond aan dan? Nou, die nieste achteruit. Ja, en een beetje... Sorry. Ja, verslikken. Ja, dat noemen ze achteruit niezen. Ja, en dat is een soort verslikken. Maar komt dat gewoon vooruit of komt het achteruit? Nee, vooruit. Ja, dat komt, ja? Ja, het is verslikken. Het lijkt wel of je ademnood of zo heeft. En toen bent u naar de homeopaat gegaan? Ja, ja. En daar heb ik hartstikke veel baat bij gehad. En wat kon die homeopaat doen? Ja, ik kreeg druppeltjes en korreltjes. En waarom ging u niet gewoon naar de dierenarts? Ja, daar was ik al geweest. Maar dan kreeg je hormonen en zo. En dat wilde ik eigenlijk liever niet. Nee, die konden ook, voor de rest er eigenlijk niets mee. En die zagen het ook nooit, omdat meestal had hij het alleen thuis. Het was een bepaalde tijd. Dus, En hormonen vond u niet goed? Nee, onder het motto, wat voor mij niet goed is, wil ik ook vermomd. En ik vind, als het een hele oude hond is, en dan, als je het dan misschien geeft, maar hij was hartstikke jong. En, mevrouw Van der Munnik, u bent die dierenhomeopaat, hè? Ja. Ik heb inderdaad die hond onder andere behandeld. U hebt die hond behandeld. Wat voor resultaten behaalt u nou als homeopaat voor dieren? Nou, dat is heel veelomvattend. Er zijn bijvoorbeeld, als je nu bij ouderdagskwaaltjes denkt bij honden... dus gewrichtsproblemen, dus dat de wervels wat verslijten, de achterste wervels verslijten... en de zenuwprikkels komen niet zo goed meer door... dan loopt die hond bijna niet meer. Dan kun je hem inderdaad op de bijnieuwsgorshormonen zetten als pijnbestrijding. Ja. Dat heeft ontzettend veel bijwerkingen. En wat ik dan doe is hem inzetten op een homeopathisch middel. Dus dat is helemaal afhankelijk van welk type dier het is. Dat is niet dat je zegt van het is altijd dit middel. Maar u bent ook dierenarts? Nee, ik ben geen dierenarts. Ik werk veel samen met dierenartsen. Ja. En de hond die loopt gewoon probleemloos totdat hij op hoge leeftijd is daarna. Dus dat is, je ziet het dan als klachtenverlichting. Ja. Dat in dit geval ziet u zo'n hond eigenlijk als een soort mens? U bedoelt of de mensen het dier als mens zien? Nee, ik vroeg me af of u de hond als een mens ziet. De benadering is eigenlijk wel zo, want je ziet een dier als je homeopathie bedrijft in een totaalbeeld. Dus van psychische en lichamelijke factoren. Dus het is niet zo dat iemand komt en een pilletje of een prikje met 5 minuten sta je weer buiten. Je moet veel meer achtergrondinformatie weten. Ja, wat vindt u ervan, dus meneer Boon? De acupuncturist en de hondenhomeopaat. Ik vind het uitstekend als dieren echt iets hebben dat mensen proberen om al het mogelijk te doen om die dieren gezond te krijgen.
zei dat het ook niet extreme vormen aan moet nemen. Zoals een chemokuur voor een kat die al eigenlijk op heel hoge leeftijd is. Kijk, het gekke is ook dat als je een rasdier neemt, dat zo'n dier veel jonger overlijdt dan wanneer je, wat mijn buurman zegt, een vuilnisbakkerras neemt. Hè? En hoe een komt dat ineens, hoor? Een gewone hond kan toch vlot 15 jaar worden? Maar ik heb een golden retriever, een hartstikke rashond, denk ik. Die is 15 en die loopt nog hartstikke goed. Ik denk dat het ook de bedoeling is. Maar wat zou u doen? Ik bedoel, als je hond die kwaal heeft, mevrouw zegt dat nou, een hond met een voetbalknie en een... Mevrouw is daarmee toch naar een dierenarts geweest. Een dierenarts heeft weer een andere bekwaamheid aan. Ja, acupuncturist en homeopaat. Nou, is er ook... je kunt ook met je hond naar de dierenparagnost gaan. U bent die paragnost, hè? Ja. Mevrouw Loos? Ja. Ja? Wat doet een paragnost? Wat kunt u doen voor huisdieren? Nou, mijn specialiteit is om een diagnose te stellen. Dus mensen die dus met hun dier vastgelopen zijn bij de dierenarts... geen kant meer uit kunnen en dan het advies krijgen om hem dus in te laten slapen. En hoe voelt aan wat een hond heeft? Nou, ik werk meestal met een foto. Dat vraag ik meestal, om een foto van het dier. En dan kijk ik dus, ik zeg altijd met mijn vingers, daar zitten oogjes in. En dan kijk je dus, je vraagt dus wat de oorzaak is waarom dat dier die in die dat problemen... Dat vraagt u aan die foto? Nee, niet aan de foto. U weet wel hoe paragnosten werken, neem ik aan. Maar in die zin werkt het dus, zoals het dus voor mensen werkt, werkt het dus ook voor dieren. Dat, een dier hoort ook bij de schepping. Dus in die zin een leven. Nee, maar wacht even voor de duidelijkheid. U krijgt een foto van het dier? Dat vraag ik van hem aan de mensen. En daaraan ziet u wat het dier heeft? Nee, dan hou ik dus de foto vast en dan op de gegeven tijd krijg ik daar dus gegevens over binnen. Het zij door middel van een filmpje. Nou, het is voor mij geen gesneden koek, hoor. Zoiets. En mevrouw Klein, u bent met uw huisdier naar mevrouw Loos gegaan? Ja, klopt. Wat had het dier? Ik heb twee honden en één daarvan is ontzettend blafferig. Vanaf pup zijnde altijd blaffen in de auto. Alles wat langskwam aan tractors, aan brommers, aan motors, aan bussen, aan aanhangwagentjes. Nou, noem maar op. Alles wat geluid maakt eigenlijk. Daar blaf ze ontzettend voor. En toen heb ik ook van alles en nog wat gedaan. En de dierenarts, die wist dat ook niet meer. Ja. En toen ben ik dus bij mevrouw Loos terechtgekomen. Met hond of met foto van met, hond? Met de foto. Ik heb eerst gebeld en toen ben ik er met de foto heen gegaan. En na het rand met de hond. Ja. En waarom bent u nou naar een paragnost gegaan en niet gewoon... Ik had eigenlijk al van alles gedaan. Ik had dus een dierenarts gevraagd. Ik was zelfs bij Gauss geweest. Ik had van alles al gedaan. Ja. Dus ik wil dus gewoon... Want zelfs de fokster zei, als ik dus met de hond bij haar terugkwam, stond ze daar tussen alle eigen rashonden, stond ze nog ontzettend bang te blaffen. Ja, en wat zei mevrouw Loos dat die had, wat de oorzaak was? Ik heb haar dus eerst die foto gestuurd. Ja? En toen zei ze dus dat ze dus doorkreeg dat hij dus geschrokken was als pup zijnde van een soort opwindbeestje. Dus ik denk dat het bij de fokster dus zeg maar mensen met kinderen zijn komen kijken. Ja. En iemand zo'n beestje misschien meegehad heeft. En wat moest u doen om hem eraf te helpen? Ik heb hem dus de hond heb ik meegenomen naar mevrouw Loos. En die heeft hem dus zeg maar teruggebracht naar dat moment. En toen? Laten herbeleven, hè? Het moment laten herbeleven. Ja, een soort visualisatie. En ging het daarna weer goed met de hond? Dat was dus niet helemaal het enige wat mevrouw Loos constateerde. Ja. Ze constateerde dus ook dat ze me dus ongeveer in de broekzak had. Want ze is ontzettend intelligent. Uw hond is heel intelligent. En is dat zo? Ja, het is echt zo. Ja. En heeft ze het afgeleerd, die intelligente hond? Nou nee, mijn behandeling is ook iets anders geworden. Nu ik dus weet dat zeg maar, dat blaft niet meer ze speelt. Nog? Ze blaft nog, maar ik pak ze veel harder aan. Ja. Ja. Maar wat denkt u hier nou eigenlijk van? Nou, ik vind het wel... Kijk, die beesten die worden toch eigenlijk wel speelgoed gebruikt. Ik vind het op zichzelf niet zo erg. Zolang daar nou niet meteen het welzijn van het dier mee in het geding is. Nogmaals, die erfelijke gebreken, daar heb ik problemen mee. En het oververtroetelen, het oververzorgen van dieren... dat lijkt mij te kunnen leiden tot veel narigheid. Maar voor het overige... Ja, er steekt geen kwaad in. U doet er alles aan om die hond zo goed mogelijk... Denkt u er ook zo over, meneer Blijm? Denkt de dierenbescherming... Nou, het is in principe wat ik nu ook hoor, heel veel symptoombestrijding. Ik denk dat heel veel dingen fout gaan al bij een verkeerde fokmethode. Ja. In de inprintingsfase. Ik bedoel, dit is natuurlijk gewoon ontzettend lief getut allemaal met je hond. Mm-hmm. En is dat nou erg? Kan het kwaad? Of zegt u ook... In bepaalde gevallen gaat het gewoon te ver voor de dierenbescherming. Je moet een hond laten. Je moet hem zijn eigen geur laten houden.
En je moet niet dat vermenselijken op die manier. Bijvoorbeeld met hoedjes en dergelijke, dat gaat ons veel te ver. Ja, en die pillen ook, of niet? Die pillen gaat ons in principe ook te ver. Wat moet je dan doen als je tot slot nu echt... Dan... Nou, echt door gedragstraining kan je een heleboel bereiken. En eventueel zou een gedragstrainer zoiets kunnen voorschrijven. Maar liever een spuitje dan die pil? Ja, inderdaad, want dat is een speciale vraag soms op bepaalde momenten. Ik doe het zelf. Het spijt me, maar het programma is afgelopen. Maar ik zei, liever een spuitje dan die pil uiteindelijk? Nou, in sommige gevallen is misschien een spuitje beter voor een hond. Ja. Als die heel agressief is, als die onbetrouwbaar is, dan willen we bijvoorbeeld als asiel willen we zo'n dier niet meer herplaatsen. Maar bijvoorbeeld wanneer maar zo'n... Maar samenleving wel niet willen hebben als die agressief is? Die pil moet je zien... Nee, maar ik praat er nu even dwars doorheen. Mijn excuses, want ik heb het zelf aangezet nu weer, maar het programma is afgelopen. En maandag is er weer een BMW. Tot dan. Wij kunnen gewoon nog even doen.